Mijn allermooiste WK-moment is 1972. Het WK in Bislett, om reden dat ik daar 4 afstanden win. En ook de 1500 meter tegen mijn directe concurrent Roer Grunwald. Weggegaan. Ik heb altijd wel gevoeld dat er na zo, bijna 3 jaar lang dat je aan de top staat, dat er mensen steeds meer proberen om je toch te verslaan. Klinkt natuurlijk vreselijk pedant om te zeggen dat er niet zo vreselijk veel druk was, maar ik was zelf heel standvastig en ontspannen. Je moet nog wel een beetje trots kijken natuurlijk met zo'n mooie foto. 93 met Genk met voorsprong uit de middenbocht, maar Grunwald heeft die schitterend vastgeklampt. En in de volgende binnenblok kan hij zich naast Genk gaan werken. Die 1500 meter was een belangrijke afstand, want dat was tegen Roer Grunwald. Op de 500 meter hadden we precies gelijk gescoord. En dat betekende eigenlijk dat ik daar ook het verschil kon maken. Het liep eigenlijk zoals ik mezelf had voorgesteld. Snelle start. En ik had de laatste binnenbaan, hetgeen ook betekent dat je op de kruising nog naar iemand toe kan rijden. En toen zat ik bijna vlak achter hem. Dat moet de Noor een geweldige tik geven als hij daarbij het ingaan van de bocht al Genk naast zich voelt. In ieder geval zat er meer dan een seconde, anderhalf seconde geloof ik tussen. Nou ja, dat betekent dat je daarmee een kampioenschap in de tas hebt. Zeer, zeer ruime voorsprong. Geweldige aanmoedigingen voor Art Genk, die hier ongetwijfeld een afstand tegen gaat behalen. Het is heel vaak zo dat mensen nog komen vragen om nog even een fotootje te maken. En heel vaak zeg ik ook, niet voor jou zeker. Nee, dit is voor mijn mam of het is voor mijn pap. Ik kom regelmatig in Noorwegen. En ook daar is het natuurlijk wel de oudere generatie die dan toch nog zegt van... Schenk, Art Schenk, dat weten ze nog. Ja. Daar blijf je in voortleven.